Mijn beste vrienden, wie speelt dit? Paramaribo, groet u. Ja, zeker. Paramaribo, groet u. Wij hebben de mooiste R van de hele wereld in een stad die heet Paramaribo. Maar was alles maar zo mooi nog, dan hadden we het goed, u en ik. Want velen van u zouden terugkomen naar dit land om te genieten en bij te dragen aan al het goeds wat er is. Maar in plaats daarvan, beste vrienden, is het hier broeia, het was broeia en het blijft broeia. Er zijn heel veel mensen denken dat die broeia gaat ophouden. Nee, die broeia zal niet ophouden, want de culprit, de kern van de broeia, is niet weg. Op dit ogenblik is men bezig met het bevechten van president Santokki in een zaak over Pan-American Real Estate. Je weet. Je hebt het zeker gehoord, die huizenkwestie. Man, dat ding gaat heen en weer. Het is een kwestie van elke dag. De media scoort geweldig. Social media. Maar gevaarlijk, gevaarlijk dat wij scoren. En van Ronnie Brunswijk vernemen wij dat hij met zijn eigen mond zegt: hij wist niet over de betaling van de gelden aan Pan-American. Hij is op drie ministerbijeenkomsten geweest. Ministerraadvergaderingen, dat met Karasa netjes. En daarbij heeft hij, toen het ter sprake komt, gezegd: aanhouden, dus niet uitvoeren. En toen hij er niet was, op een van de volgende vergaderingen, is het wel aangenomen en is dat geld wel doorbetaald. Dus je kan je voorstellen, vrienden, dat door dit te zeggen, VP de president ook keihard heeft laten vallen. Want als hij dat niet had gedaan, dan had hij meegelogen. En u weet, het liegen en bedriegen is geweldig in Suriname. Dat is dat ding. Dat geeft de mensen eten en drinken. Maar het is niet gebeurd. Nu is het zo dat de zaak is bij de PG en de onze klokkenluider Marcel Oosburger. Die doet hard zijn best dat de PG dat ding in behandeling kan nemen, gaat studeren erop en eigenlijk. De president in staat van beschuldiging stelt. Beste vrienden, voelt u die bij aankomen? Wanneer de president in staat van beschuldiging is gesteld, betekent het dat hij gedwongen is om zijn portefeuille in te leveren volgens onze grondwet. En dan gebeurt wat niemand ooit gedacht had, dat de waarnemend president Ronnie Brunswijk eigenlijk verder alle handelingen gaat verrichten die de president zou moeten verrichten. Dus eigenlijk toch een andere president. Toch een andere president. Nou, en wat is dat scenario? Het leuke ervan is,
Brussel, ik zeg, ja, ik heb de AMX-scenario, ik heb helemaal niks gedaan, ik weet niets, mina kouteren, en ik heb die grondwet niet geschreven. Dus daarmee zegt hij, ik ben president Faya, en om de president moro, dan mina president. Maar ik heb het niet naar me toe getrokken, en dan misschien van grondwet. Dus kijk, luister, nou, dan ben ik president. Nou, wat gaat er dan gebeuren? Dat is interessant, boy. Men zegt, scenario, als Brunswijk dus president is, waarnemend president, want president nog deed, dan zou hij Boutersen, deze Delano Boutersen, gratie kunnen verlenen. Ja, daar is Boutersen weer in het veld. En daar kan niemand hem meer iets doen. En begint alles van voren op aan. Dat wil zeggen, de NDP, die komt dan weer aan de macht. Maar, zij zijn Ronnie Brunswijk schuldig. Moreel. Ethische schuld, hoewel we van ethiek en moraal niet echt kunnen praten, toch is het zo. Ja, wie flosapa in? Wat allemaal loespres? En wat dan? Nou, dan gaat de NDP deze komende verkiezingen winnen. En volgens het scenario, niet mij, volgens het scenario. En dan zal de ABOP groeien en met de NDP samen de regering vormen. Met één voorwaarde. Ronnie Brunswijk wordt president van Suriname. Ziet u het voor u? Ik wil nog een stapje erbij doen voor u. Dan gaat er een, er komt dus een coalitie, ABOP, Partija, NDP, wat niemand gedacht had. Een oude formatie, ooit geweest, waarbij zowel ABOP als PL was uitgebracht, weggejaagd, met een schop onder hun kont. En die gaan nu samen. Scenario, Arumitaki. Wat gaat er dan gebeuren? Met Ronnie Brunswijk als president. Hey. Beste vrienden, wat Luca Tori. Later. Later, dan wordt Teddy. Wat kan gebeuren als het is gebeurd? Maar laat me even terugschakelen voor u naar de verkiezingen, als u het zo hoort. Denkt u dat ze komen? Denkt u dat ze komen? Inmiddels moet u niet vergeten dat de Grieken zijn. De Grieken zijn de brug over met hun cadeautjes. Die waren moro clear, moro helder. Nee, im gebruik je verstand. Paramaribo groet u, tot later.